In de Romeinse tijd kwam in Alphen aan de Rijn al handel en nijverheid tot ontwikkeling. De stad groeide uit tot een belangrijk handelscentrum. Ook nu nog is het gunstige ondernemersklimaat kenmerkend voor deze gemeente. Het is aangenaam door de grote variatie in woningen en de ruimtelijke opzet in bebouwing. Daarnaast ligt het midden in het groene hart en zijn er vele ontspannende recreatiemogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het Zegerslootgebied, een prachtig natuur- en recreatiegebied. De gemeente voert gericht beleid om wonen en werken zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In samenwerking met Green Real Estate ontwikkelen ze diverse projecten in onroerend goed, waaronder deze oude chocoladefabriek. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft Green Real Estate in de gelegenheid gesteld om winkelcentrum De Baronie te ontwikkelen. Met deze opbrengst kunnen we het oude monument, de oude chocoladefabriek hier in Alphen aan de Rijn, een nieuw leven inblazen. Een oude community wordt een nieuwe community en het geheel zal helemaal gerenoveerd worden. Er zijn hier veel goede basisvoorzieningen, zoals dit moderne winkelcentrum en ruime mogelijkheden voor uitgaan en recreatie, waaronder theaters, musea, bioscopen en evenementen. De gemeente richt zich op samenwerking. Dat vormt dan ook de basis voor innovatieve en duurzame bedrijfsoplossingen. En dat zie je onder meer terug in haar flexibele en pragmatische houding. Dat is natuurlijk erg gunstig voor allerlei soorten bedrijven. Zo ook voor familiebedrijf De Veldhoven Group, een Nederlands confectiebedrijf. Groot geworden met eigen modemerken voor moeders en dochters. Voorheen hadden wij verschillende plaatsen in Nederland voor verkoopkantoren en distributie. Wij hebben gekozen voor één centraal punt Alphen. Qua distributie en verkooporganisatie is het gewoon heel erg handig dat we centraal liggen aan de A4 en A11. We hebben het water, wegennet. Bovendien wordt ondernemerschap op alle fronten gestimuleerd. Zo ook bij dit bedrijf. Voorheen werkte ik voor beursgenoteerde bedrijven waar je de hete adem van de aandeelhouders in je nek voelt. Bij een familiebedrijf is dat anders. We kunnen ondernemer zijn. Vanuit dit moderne stadhuis voert de gemeente beleid voor een kleine 73.000 inwoners. Bovendien is het werkloosheidspercentage in deze stad erg laag. Ik kom uit Alphen aan de Rijn. En Alphen is gewoon fantastisch omdat we hier een mooi meer hebben en we hebben de Rijn. En er is heel veel plezier hier in de stad, dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Dus ik ben blij met Alphen. Dat is natuurlijk van groot belang voor specialistische bedrijven, zoals Frames. Frames is een sterk groeiende organisatie op de wereldwijde energiemarkt. Ze ontwikkelen in eigen huis gas- en oliebehandelingsinstallaties waarmee op duurzame wijze geproduceerd wordt. Wij hebben behoefte als Frames aan hoogopgeleide mensen. Die mensen die zijn hier in de omgeving en in de regio met minder ervaring en ook met wat meer ervaring. Onze ervaring met de gemeente Alphen aan de Rijn is dat we zeer positief ontvangen zijn. En dat we in goede onderhandeling met de gemeente komen tot oplossingen die passen bij Frames en bij de ontwikkeling van Frames. Er is wereldwijd een toenemende vraag naar de producten van Frames. Het bedrijf blijft dus groeien in omvang. Inmiddels zijn we in een aantal jaren op 3 locaties met de gemeente actief geweest om te komen tot een nieuwe huisvesting voor ons bedrijf. Naast een goed woon- en ondernemersklimaat wordt er veel waarde gehecht aan duurzaamheid. Zo worden oude wijken bijvoorbeeld goed onderhouden. Gezinnen met kinderen hebben bovendien volop keuzemogelijkheden wat betreft scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna alle kinderen van Nederland kennen deze beelden. Het Archeon. En maar weinig volwassenen weten dat dit ook bij Alphen aan de Rijn hoort. Ook het beroemde Avifauna is gevestigd in dezezelfde gemeente. Meer dan 1800 vogels zijn hier te zien en dat trekt dan ook veel bezoekers. Kortom, de centrale ligging, de recreatiediversiteit en het flexibele ondernemersklimaat maken de stad tot een fijne werk- en leefomgeving. Wilt u meer weten over Alphen aan de Rijn? Ga dan naar de site.